Trainer Mitch van der Gaag. Met nog 9 wedstrijden te gaan is het grote rekenen begonnen. Iedereen legt schema's naast elkaar, gaat rekenen waar de punten te halen zijn. Is dat bij jullie ook een beetje aan de hand of is dat wedstrijd voor wedstrijd? Nou, het is wel wedstrijd voor wedstrijd, maar je ontkomt er niet aan. Iedereen heeft het er ook over. Dus je hebt nu je hebt PSV gehad, je hebt Ajax gehad in een kort tijdsbestek. En dan nu Utrecht weer. Dat gaat gewoon door en je moet de punten gaan pakken. We spelen gelukkig weer thuis en dan het grote rekenen begint. Dat is duidelijk. Ja, thuis tegen Utrecht, die zegt het al zaterdagavond. Iedereen zegt ook weer een kans op 3 punten. Ja, het moet wel een keer gepakt worden natuurlijk, maar hè, het is weer een kans. Klopt, zo staan wij er ook in. Ik bedoel, het is weer een kans, maar het moet wel gebeuren. En dat is, dat moet eigenlijk wel duidelijk zijn. Utrecht een prima ploeg overigens. Spelen natuurlijk voor andere doelstellingen, maar individuele kwaliteiten. Dus dat kun je ook zien. Maar niet onklopbaar. En zeker als we thuis spelen. En dat moeten we in ieder geval wel hebben. Dat we ook daar zelf in geloven en er absoluut voor gaan. Nog een klein beetje revanche voelen uit de uitwedstrijd misschien? Ja, toevallig hadden we het er vandaag over die penalty net voor rust. Ja, dat zijn dingen die ook gebeuren. Aan de andere kant zijn we zelf niet in staat geweest om dat recht te breien en om te draaien. Dus revanchegevoelens is wel een groot woord. Ik denk meer revanchegevoelens op de momenten waar we nu mee bezig zijn en dat we graag willen winnen in 2019. Ik denk dat dat meer speelt en dat we het resultaat nodig hebben om in ieder geval hoop te houden en naar boven te kijken. Op personeel vlak, aanvallend opzicht, lijken er wat jongens terug te komen. Dat is prettig voor jou, denk ik, als trainer. Ja, dan krijgen we in ieder geval meer keuzes voorop. Fabian is nog geblesseerd. Galit is er nog niet bij. Lucas Schoof is er nog niet bij. En Arno Verschuren is er niet bij. En Sydney is nog geblesseerd. En voor de rest hebben we iedereen op het veld gehad. Er zijn een aantal jongens die hebben gespeeld. En sommige jongens die hebben gewoon een week meegetraind. En dat gaat goed. Dus dat ziet er in ieder geval positief uit. Wat voor wedstrijd verwacht je morgen? Wat voor Utrecht verwacht je morgen in Breda? Nou, als je naar Utrecht kijkt van de laatste weken, is dat het een ploeg heeft die op verschillende manieren kan spelen. Maar ook op de counter kan spelen, afwachtend kan spelen. En van daaruit met individuele kwaliteit en met snelheid eruit kunnen komen. Dus een fysiek sterke ploeg weet ook goed hoe ze moeten verdedigen. Daar hebben ze ook de spelers voor. Ja, en dat verwacht ik morgen. En ik verwacht wel een wedstrijd van de duels en van de power. En dat is ook voor ons belangrijk, omdat ook te gaan doen om in ieder geval ook iets uit te stralen van dat we heel graag willen.